10.000 likes op deze video. 15.000 likes op deze video. En ik koop een 150 euro Fortnite account. Een 150 euro Fortnite account. Waarvan wordt beweerd dat er skins op staan die nog niet bestaan. Oh my gosh. Maar eerst het verhaal van een moeder wiens haar kind is opgelicht door een gratis V-Buck website. Ik heb haar nummer toegevoegd op WhatsApp. Ik heb haar gevraagd om memo's te maken. Ik vind bellen altijd een beetje awkward. Memo's is toch wat makkelijker. Ik ga ze laten horen. Ze wou graag een aantal van mijn kijkers waarschuwen om dit te voorkomen. Jullie hebben de voorgaande video's natuurlijk wel gezien. Waarin ik onder andere in gesprek ben gegaan met een jongetje wiens zijn account is leeggeroofd. Niet gezien? Check de link in de beschrijving. Het gaat trouwens om dit account wat ik ga kopen bij de 15.000 likes. Mijn zoontje heeft vaker V-Bucks gekocht. Hij speelt Fortnite bijna iedere dag. Oké, okay, dat zijn er meerdere die dat doen. V-Bucks gekocht, duidelijk. Maar nu mag hij dat eigenlijk niet meer. Het is eerst zijn huiswerk natuurlijk. Ja, dat snap ik. Huiswerk is belangrijk. En Fortnite maakt je huiswerk niet natuurlijk. Maar ja, goed. De V-Bucks die hij dus koopt met zijn zakgeld, daar is hij dan ook heel erg blij mee. Oké, dus kort samengevat. Jongetje speelt veel Fortnite, koopt van zijn zakgeld V-Bucks. I get it. Tot nu toe, glashelder. Volgende memo. In alle stomme tijd ingelogd op zo'n vreemde website. En zijn account is nu al maanden verdwenen. Ja, dus deze moeder zal waarschijnlijk niet precies begrijpen wat hij heeft gedaan. Het kind ervan. Het kind van de moeder. Maar wat hij waarschijnlijk heeft gedaan is hij heeft ingelogd op een gratis V-Buck website. En nu is zijn account waarschijnlijk gehackt. Dan is letterlijk gewoon het wachtwoord van zijn account veranderd. En wordt zijn account waarschijnlijk verkocht. En daarom denk ik dat de website waar ik de accounts van koop voor de video's. Dat nog best wel eens gehackte accounts kunnen zijn van kinderen die dus hun accountgegevens hebben ingevuld op gratis V-Buck websites. Ik heb hier geen bewijs voor. En ik beticht dus ook niemand ervan. Maar dat is een vermoeden. We hebben geprobeerd contact op te nemen. Met Epic Games, maar niets werkt. Ja, er is een manier om met de klantenservice van Epic Games contact op te nemen wanneer je dit soort dingen meemaakt. Dat is gewoon een soort van klantenservice eigenlijk. Dat doe je dan via de e-mail. Ik heb zelf ook wel eens gehad dat ik niet meer kon inloggen, maar dat was gewoon omdat ik mijn wachtwoord was vergeten. Toen ben ik goed geholpen, maar ik denk dat zoveel mensen hun wachtwoord geven aan dat soort gratis V-Bucks accounts, dat Epic Games er gewoon niet eens meer aan kan beginnen om elke situatie individueel te behandelen. Daarom dat er ook heel vaak staat, prevent V-Bucks scams. Dat is zeg maar letterlijk iets wat Fortnite in de game heeft geplakt om mensen het niet te laten doen. Maar toch gebeurt het. Mensen willen gewoon gratis V-Bucks. Dus ik wil alle kids eigenlijk waarschuwen dit niet te doen. Ja, bij deze. Niet doen dus. Ik wil eigenlijk tegen alle kids zeggen dat ze uit moeten kijken. Want tegenwoordig wordt er hartstikke makkelijk gebruik gemaakt van al je gegevens. Oh ja, zeker. Oh ja, zeker. Het is zeg maar iets wat mensen van deze tijd niet echt snappen. Dat wanneer je iets op internet zet, het staat op internet. Ik ben daar een goed voorbeeld van. Wees voorzichtig met wat je op internet vrijgeeft. Al helemaal als het persoonlijke gegevens zijn, zoals een wachtwoord. Dit is een chille moeder. Dit is een aardig. Ze heeft gewoon jullie geïnformeerd. Willen jullie dat ik een Fortnite-account ga weggeven aan het zoontje van deze moeder, omdat ze zo aardig is geweest mij te helpen? Dat ik haar verras door haar zoontje een account te geven wat misschien nog wel meer skins heeft dan het account wat gehackt is van hem? Dat is ook wel weer een reden om een like te doen natuurlijk, hè? Oké, ik heb hier een website met de allerzeldzaamste skins die er op dit moment zijn in Fortnite. Tenminste, er wordt beweerd dat dit de top 10 zeldzaamste skins zijn. Een aantal hiervan voor bijvoorbeeld. Ik geloof dat deze sowieso heel erg zeldzaam is. Deze skin komt geloof ik ook niet meer terug in Fortnite. En ik heb dus een account gevonden die je op het internet kunt kopen waarvan beweerd wordt dat je deze skin eruit gaat krijgen. De freaking Black Knight. Het account kost 50 euro. En het is dezelfde chest die ik de vorige keer kocht. Alleen er is een upgrade aan de chest toegebracht. Die beweert deze skin erin te hebben gestopt. En ik wil dat natuurlijk uittesten. By the way, kleine onderbreking. Doe dit niet na. Literally. Deze accounts zijn misschien wel gehackt. Dat is ook de reden waarom ik deze accounts koop. En er vervolgens eigenlijk niks mee doe. Dus er waren nog steeds heel veel mensen die zeiden, Joop, geef ze dan weg aan ons. Oké, misschien wel. Weet je wat? Ik ga er misschien wel eentje weggeven op mijn Instagram. Volg me op Instagram. Dat is dit. En spam onder mijn laatste foto gewoon een aantal leuke reacties. Gewoon leuke foto. Dexter. Ik heet geen eens Dexter. Dat zeg ik allemaal. Volg me op Insta. Spam onder mijn foto's. En wie weet vind jij het account wat ik in deze video ga kopen. Met misschien wel de Black Knight. Ik sta dus nu op het punt om weer 50 euro te betalen. Wanneer ik op de doorgaan knop. Ik heb op de doorgaan knop gedrukt. Ik ben een idioot. Hey. It's me. Idioot, yo. Als jullie trouwens willen dat ik een keer met iemand ga muten die zijn verhaal vertelt. En ik kan me voorstellen dat via memo's wel interessant is. Maar goed. Dan kan dat ook. Er zijn zat mensen die mij mailtjes sturen met. Yo, Job. Kom naar mij. Laten we praten over Fortnite. Ik doe het.
het graag. Oh my gosh. Dit is een heel erg eng e-mailadres. Het woord darkness wordt erin vermeld. Darkness betekent duisternis. En het wachtwoord is al helemaal creepy. Het is letterlijk het makkelijkste wachtwoord ooit, maar alsnog met heel erg veel tekens. Ik ga het niet verklappen natuurlijk, maar goed. Ik heb nu een account waarvan beweerd wordt dat de niet te verkrijgen Dark Knight, Black Knight skin erin zit. Jongens en meisjes, we gaan inloggen. In 3, 2, 1... Oké, het werkt. Wat is mijn Fortnite naam? Ik blur die by the way niet omdat dit niet echt is. Er zijn heel veel mensen die zeggen, Job, het is waarschijnlijk niet echt. Dit is gewoon jouw account wat jij even snel aanmaakt en waar jij skins op koopt. En dat is de reden waarom je het blurt. Nee, ik blur het omdat anders iedereen een vriendschapsverzoek gaat sturen. En stel voor dit account komt weer terug bij de rechtmatige eigenaar, dan heeft hij in één keer 100.000 vriendschapsverzoeken. That's why. Oh, Fortnite moet updaten. Super chill, super chill. Dit is gewoon echt weer iets wat mij moet overkomen. Ik koop een Fortnite account van 50 euro en Fortnite moet updaten. Er waren heel veel mensen die wouden dat ik er een serie van ging maken, dat ik probeer deze account weer terug te krijgen bij de eigenaar ervan. Maar dat is lastig, want hoe vind je die eigenaren? Ik zou zich een mailtje kunnen sturen naar het e-mailadres. Most expensive Fortnite account ever. Ik ga kijken wat de duurste Fortnite account ooit is. Er staat dat dit in ieder geval de skins zijn die het meeste waard zijn. Deze twee zijn tussen de 100 en 350 waard. Wacht, wat? Is de Skull Trooper zoveel waard? Heb ik die niet gekregen op het voorgaande account wat ik kocht? Er staat hier dat die 5000 waard is. Wel, dat is niet waar, toch? De Galaxy skin, daarvan weet ik dat die inderdaad veel waard is. Rose Teamleader en Warpaint heb ik geloof ik allebei nog niet eerder gekregen op een gekocht account. Deze krijg je geloof ik bij een PlayStation 4 bundel. Deze heb ik geloof ik zelf op mijn account. Deze zijn ook allemaal wel oké. Deze heb ik ook al heel lang. Oké, interesting. Zullen we gewoon eens het allerduurste Fortnite account op eBay opzoeken? Fortnite account. En dan doen we prijs van hoog naar laag. Het duurste kost 550 euro. En daar staan al deze skins op. En deze skins. En deze skins. Interessant. 6.5 hours later. Fortnite is klaar met updaten. En dit is dan het moment dat wij erachter gaan komen wat voor een account ik heb gekocht. Ik ben benieuwd of het iets is waar ik Soraya misschien een beetje jaloers mee kan maken. Launch! Let's go. Ik weet dus nog niet wat ik met dit account ga doen. De kans is aanwezig dat ik het weggeef aan een van jullie via mijn Instagram. Maar dat is volledig afhankelijk van het feit of dat überhaupt is toegestaan. Dus dat ga ik opzoeken, maar jullie kunnen alvast mijn Instagram volgen. En liken. Om kans te maken. Die kerstman ziet er ook gewoon zo boos uit, hè. Als wij nu op Battle Royale klikken, gaan wij de skins zien die deze persoon draagt. Vervolgens gaan wij naar de locker en komen we erachter wat we hebben gekocht. Oké. Dit is geloof ik een teamleader. Wat? Hij heeft gewoon, of ik heb gewoon, 1050 V-Bucks op dit account staan. Holy moly. Oké, jongens. We gaan een kijkje nemen in de locker om te checken wat de buit is. 3, 2, 1. Oké. We gaan naar de skins. We gaan er naartoe. Doe normaal. We hebben de Frozen Love Ranger, de Frozen Raven, de Frozen Red Knight. Ik heb deze nog nooit eerder gezien. Ik weet dus niet of ze zeldzaam zijn, want hey. Mijn naam is Job de Fortnite Noob. Maar ze zien er wel super episch uit. Deze heb ik op een van de voorgaande accounts ook al gehad. Yo, de Bright Gunner. Deze is zo epic. Wacht eens even. Galamity. Dat is Soraya, haar favoriete Fortnite skin. Ik kan me nog herinneren dat toen die ooit in de shop was, Soraya niets anders wou dan deze skin. Maar ze was net iets te laat hem te kopen. Zal ik gewoon een filmpje naar haar toe maken? Om te kijken hoe ze erop reageert? Ik ga het nu doen. Soraya, wie ik heb! Ik heb de Calamity. En dat is niet alles. Let op. Let op. Oh, kijk dan, ik heb de Frozen skins. We hebben de Reaper gekregen. En als we naar beneden scrollen, hebben we er nog meer. Hey, de boze kerstman met een lama hoed. De squad leader, DJ Jonder, hoe je het ook uitspreekt. Een of andere rood kapje. Warpaint, Zenith, Blue Striker, de Battle Hawk. En we hebben hier Omega. Ik weet eerlijk gezegd niet of hier skins tussen zitten die extreem zeldzaam zijn. Maar dit ziet er natuurlijk wel super episch uit. En dan hebben we nog niet eens gekeken naar de pickaxes. 3, 2, 1.
We hebben er wel een aantal gekregen, maar wel overduidelijk een stuk minder dan de hoeveelheid skins die we hebben gekregen. Deze heb ik echt nog nooit eerder gezien gewoon. En natuurlijk de gliders. Ik zie al gelijk een haai. Yo, deze is epic! Het is al eng genoeg om een haai tegen te komen. Laat staan als dat een haai is met een laser op zijn rug. Het is een korte memo. Dat kan twee dingen betekenen. Leuke Soraya. Of boze Soraya. Let's go. Joh, hoe kom je aan die skin? Ik wil die ook. Die is al super lang aan de skin. Hoe kom je eraan? Ik heb hem gekregen. En jij? Lekker? Niet. Oké, ik ben heel erg flauw. Er zijn een aantal dingen die ik met dit account kan doen. Weggeven aan het zoontje van de gescamde Fortnite moeder. De moeder die vandaag in deze video haar verhaal heeft gedaan. Ik kan het weggeven aan Soraya. Aan een van jullie. Maar voordat ik een van die dingen ga doen, ga ik dus eerst kijken of dat überhaupt is toegestaan. Deze is ook wel epic hoor. En natuurlijk de emotes. Hey, make it rain! Dat ben ik als we de 15.000 likes op deze video halen. En ik moet een heel duur Fortnite account kopen. Dit ben ik in het wiskundelokaal. Wanneer ik een voldoende heb gehaald. Dit ben ik wanneer ik weer nieuwe Robux heb gekocht. Deze kennen we allemaal. Hij kijkt of de microfoon werkt. En nou, laat hem vallen. Hierbij kunnen we denk ik perfect een muziekje doen. Diepe geur is van mij. Hierbij kunnen we ook wel een goed muziekje doen. Hey, de Raven. Bedankt voor het kijken. Volg me dus alvast even op Instagram als jij wilt winnen zodra ik een giveaway doe. En natuurlijk ook mijn foto's liken. Willen jullie dat ik dan toch een keer op bezoek ga bij iemand die gescamd is in Fortnite? En diegene misschien verrast met een nieuw account vol met skins? Doe dan ook even een like. En laat jouw favoriete skin in de comments weten. Tot de volgende keer en adios.